hebben even mijn collega's aangevraagd, maar bij ons is het niet bekend. Want u zegt dat het mensen van de gemeente waren. Dat zegt de buurvrouw, die sprak me aan, maar het is een beetje raar volk. Want ook dat gevraagd zou zijn of er een wietplantage was, dat vind ik wel een hele rare vraag. Maar hoe weet de buurvrouw dat de mensen van de gemeente waren? Hebben ze gelegitimeerd of hadden ze een auto van de gemeente? Of... Geen idee. Ze zijn bij ons aan de deur geweest op de nummer 9. En omdat er niemand was, hebben ze bij haar aangebeld en navraag gedaan, volgens haar. Oké. Ja goed, ik heb het niet kunnen achterhalen. Het lijkt me inderdaad ook geen, het is voor ons ook geen gebruikelijke gang van zaken om op deze manier te interpreteren of vragen te stellen. Nee, want kijk qua wietplantage, dan zou ik graag een afspraak maken. Dan kan men komen kijken en zien dat er geen wietplantage is. Nergens, niet in de kelder, niet op de zolder. Nee, maar ja, nogmaals, ik heb het even rondgevraagd. En als ik geen verder kenmerkje of persoonsgegevens heb, dan kan ik het ook niet navragen. Dus dat is bij ons op dit moment niet bekend. Nee, dan... Mocht het zo zijn dat iemand zich nog eens meldt bij u? Nee, dan... Ja? Dan is de kans misschien dat die buurvrouw een beetje vreemd is. Het zijn wel een beetje rare mensen. Ja, nogmaals, ik kan het niet achterhalen. Mijn advies is dan, blijf dan toch te nu. Mocht iemand zich bij u of bij de buren melden om toch te vragen om een kenmerk of een legitimatie. Dat kunnen we ook eventueel aan de buurvrouw doorgeven als ik nog iemand meld. Dus in ieder geval vraag een naam, een legitimatie. Dat kan iedere inspecteur van de gemeente. Ja, nee, want dit is een beetje raar volk. Hun pand is 3 maanden gesloten geweest in verband met de wietplantage wat ze hadden. Ja goed, dat zou kunnen, maar ja, nogmaals, we hebben het proberen te achterhalen. Ik bel u terug om dit even aan te geven en ja, ik denk dat het voor ons daarmee afgedaan is. Ja, voor mij ook. Nee, in ieder geval bedankt voor uw moeite dan. Ja? Ja, nou... Dan ja, tot wederhoren en ik wens u een fijne dag. Insgelijks, tot ziens. Dag.